Goeiedag, ik ga in deze video laten zien wat je zoal kan in het HipNext als adviseur. Daarvoor gaan we kijken naar het relatiedashboard en het adviseursdashboard. Dit is het inlogscherm. Hier kun je als adviseur op een veilige manier inloggen in de adviseursmodule door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Na het inloggen kom je als adviseur terecht op het adviseursdashboard en daar zijn eigenlijk alle basisfunctionaliteiten beschikbaar die je nodig hebt als adviseur om je relaties te servicen. Dus je kunt premie gaan rekenen voor een nieuwe zakelijke of een nieuwe particuliere relatie. Je kunt zien hoeveel berekeningen, offertes, opgeslagen wijzigingen en opgeslagen schades er openstaan van jou. Je kunt hierboven een relatie gaan opzoeken. Aan de linkerkant kun je naar de taken, het contact, de instellingen of je kunt uitloggen. En rechts zijn de recente relaties zichtbaar, waarvan ik er nu eentje ga openen. Op het moment dat ik de relatie open, dan worden de gegevens opgehaald uit de backoffice, zodat je altijd met de meest actuele gegevens van de relatie aan de slag kan. Bij deze relatie is het zichtbaar dat hij 3 producten heeft lopen op dit moment. Er zijn nu 2 opgeslagen berekeningen, er staan 3 offertes uit en er zijn geen opgeslagen wijzigingen of opgeslagen schades. Hij heeft ook geen lopende schades. Hij heeft 1 factuur nog niet betaald en er staat een taak open. Aan de rechterkant kan ik zijn basisgegevens inzien en via beheergegevens kan ik de uitgebreide gegevens inzien en zijn gegevens wijzigen. En via historie wordt eigenlijk alles wat je als adviseur doet voor de relatie op een heldere manier gelogd, zodat je dat altijd terug kan zien. Dankzij het HipNext kan een adviseur efficiënt werken en zijn relaties goed servicen.